De gemeenteraad van Renkum heeft unaniem voor nieuwbouw van de basisscholen De Atlas en Te Dorendal in Doorwerth gekozen. Het budget waar wethouder Marinka Mulder om vroeg, komt er echter niet. De plannen moeten soberder en doelmatiger. Een nieuwe gymzaal is niet nodig. De buitenruimte kan kleiner. Doe wat je moet doen, maar geen overmaat. We spraken met wethouder Marinka Mulder, CDA-fractievoorzitter Pieter van Lent en VVD-raadslid Raymond den Burger. U heeft uiteindelijk niet het geld gekregen van de raad waar u om gevraagd had. Nee, dat klopt. De raad heeft een bedrag beschikbaar gesteld dat het normbedrag heet. Maar de raad heeft ook uitgesproken dat ze vindt dat de school er moet komen en dat we voor een aanvullend krediet worden uitgenodigd om dat aan de raad aan te bieden. Wij gaan nu een ontwerp maken met een architect voor de school en dan ligt daar een begroting onder. Die begroting die gaat laten zien dat we het met het vandaag beschikbare gestelde krediet niet gaan redden. En dan kom ik voor een aanvullend krediet terug bij de raad. Het houdt in dat er in principe twee scholen gebouwd kunnen worden in Doorwerth. Met daarnaast een aantal voorzieningen wat dan heet kindpartners. En dat is naschoolse opvang, voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang en dat soort zaken allemaal. Omdat we natuurlijk inmiddels langzamerhand in een complexe structuur zitten waarin kinderen van vroeg tot laat op de dag ruimte beschikbaar moeten hebben om hun onderwijs, maar ook hun spelsituatie in te hebben. De bouwkosten gaan op dit moment enorm omhoog. Eigenlijk van jaar tot jaar en er is nog geen zicht op dat dat zal stoppen. Het college had nu een aanvraag ingediend op basis van een kostenraming gekoppeld aan in december van dit jaar. En wij denken dat we op zijn vroegst pas aan het bouwen zijn in december 2020, een jaar later. En tussentijd zullen dus die bouwkosten verder stijgen. We weten dat wij de wettelijke verplichting hebben om te komen tot onderwijshuisvesting. En we willen ook voor het dorp Doorwerth dat dat een fijne plek is om in te wonen en ook om in te komen wonen. Dat heb ik de raadsleden ook horen zeggen. Dus ik ga ervan uit dat ze kritisch zullen kijken naar het budget, dat er uiteindelijk een school komt. Het idee dat u nog een beetje over de streep getrokken moest worden, klopt dat? Nou, we hoeven niet over de streep getrokken te worden over de noodzaak van de nieuwbouw, maar wel over de financiering van de nieuwbouw. Als we nu kijken waar onze financiële rijkwijde zit als gemeente, is die wel heel erg beperkt. We krijgen in juni de perspectiefnota en die zal duidelijkheid moeten geven of die rijkwijde er is, die financiële armlengte die we nodig hebben. En dan zou het ook handig zijn om daarbij ook af te wegen of die scholen gebouwd kunnen worden conform het voorstel wat BMW heeft ons aangeboden. Wat nu gebeurt, zie je dat het een uitgekleed voorstel wordt. De VVD heeft met andere partijen daar alles uitgetrokken eigenlijk. De sporthal gaat eruit, er zijn nog een aantal dingen die eruit gaan. Het aantal vierkante meters wordt teruggebracht, de buitenruimte wordt teruggebracht. Tot het eigenlijk een min of meer kaal voorstel wordt. Hè? En dan is de vraag natuurlijk van, ja, voldoet het dan ja of nee? En stemt het dan ook inderdaad af naar andere scholen toe die in het verleden wel door ons bediend zijn en die misschien ook wat overmaat hebben gehad in de bebouwing, maar ook in de buitenruimte worden. En dat moet wel een duurzame dekking zijn. En niet voor 2, 3, 4, 5 of 10 jaar, maar voor de volle 40 jaar. En daar gaat het om. Nou, het beschikking gestelde krediet zal zeker niet toereikend zijn. We hebben dat namelijk fors verlaagd. We hebben het verlaagd naar de norm zoals die op dit moment is. We weten dat de norm niet toereikend is. Dus het college moet terug kunnen komen. Maar dat betekent wel dat wij greep hebben en invloed hebben op hetgeen waarmee ze zullen komen.